is Nikiforov, die toch wel eens eerder op dit soort velden gespeeld zal hebben in zijn Russische tijd, te machtig. En de bal van Schreuder bereikt de Arve Latze. En zo komt NAC op voorsprong. Bij de eerste paal, Schoekhoff bij de tweede en Versteeg voor de afvallende bal. Dat is op zich goed bedacht. Schreuder paast hem dan op Arve Latze en Arve Latze schiet hem erin. Een vreemde afzwaaien van Alfred Schreuder. Belandt Pardoes voor de voet van Arve Latze en die doet er dan iets heel fraais mee. Die doet dan wat Schreuder eigenlijk had willen doen. Paas van Veskens is goed. Stewart heeft oog voor de vrije man. En de vrije man is Arve Latze. En die kun je zo'n bal wel toevertrouwen. Stewart deelt in de vreugde, want die gaf de bal op maat. En zo wordt iedereen bedankt die een aandeel had. Maar was de grootste kwelgeest voor Jansen andermaal Arve Latze. Voor 2-0. Admodicoro. Weer geen buitenspel, nu wordt er ook niet gevlacht. Arve Latze, weer de kans om zijn hattrick te voltooien. En nu heeft hij geen poespas en komedie nodig. Nu blijft hij gewoon staan en rondt hij af. En maakt hij zijn derde van de avond. 6 doelpunten tot dusverre had Arve Latze gescoord. En de helft van alle goals in de voorgaande 31 wedstrijden maakt hij op competitieavond 32. 3 stuks van Arve Latze. Kroes. Hallo. Van Gobbel. Ziet dat de weg terug is afgesneden door Zhukov. En dan Arve Latze die de kans krijgt. En die kans niet onbenut naar laat. Deze keer was het Van Wonderen die bij Feyenoord in de fout ging. De weg naar de titel gaat niet over rozen. Als Van Wonderen de bal inlevert en Arve Latze het cadeautje in dank aanpakt. Vierklauw, Liedmanen. Pootje dwars door Versteeg. Daardoor NAC, Stewart. Vrij en raak. Arve Latze. Het pootje dat Versteeg dwars zette was dus belangrijk. Daarna was er een mannetje meer voor Arve Latze geheten. Op de voorzet van Stewart. Dit geeft hoop in Breda.